Het klinkt raar, maar dat soms vraag ik mezelf af. Hè? Wie? Hè? Ook bij Pros vraag ik het zelf af. Joh. Wat doe jij hier nou bij de aanvoerder? Dan geef je toch, die stond helemaal vrij langs de lijn. Dan geef je hem totaal langs. Ik snap dat niet, joh. Iets hoger, want zo heeft de bal. Je moet alleen maar zorgen dat je in ieder geval met 2-0 of 3-0 de rust in gaat, want dan is het over en sluit hij. Dan willen ze alleen maar lekker in de zon zitten met een lekker cool iets. Hey. Wat is dit nou? Hey, achterin! En nou even blijven liggen. Rustig opzet, dit ding om jullie. Te plaatsen dan. Nou, ik kom vast houden die bal. Hij komt wel. Rustig aan. Je hebt nog wel even die rustig. Kijk, en dit is superleuk. Dit is superlink. Als die bal nou goed doorkomt. Wordt het erg link. Nou, dit was link. Je hebt hem erop staan. Let op. En mijn stem staat er ook op. Ja? Dat ze dus de ringpauw. Is dan Hugo het niet, dan ben ik het. Maar loop je het allebei? En Hugo is het niet, ben ik het ook waarschijnlijk niet. Dat je er dicht bij elkaar staat, joh. Ze hebben natuurlijk even gerust, hè. Dus het wordt nou wel kwart over. Hou maar vast, Kai. Hou maar vast. Laat ze maar komen. En dan rustig aan. Ze zijn de goede ballen. Kijk, wat gaat hier? Leg de been! Goed. Hey, dat is weer een voor hem een overdenkingspuntje. Oh, neem op, dat heb je waarschijnlijk goed opgenomen. En mijn commentaar erop. Hè? Laat het dan maar niet horen. Ja, ik zei, aandachtspuntje. Dat hij durft niet, ik weet niet wat het is, joh. Hoppa. Nou, komt-ie, Kai. Komt-ie. Ja, dat is wel gek van, hè. Je loopt in de dekking! Doe maar, Sjan! Eén! Je zou niet je kast. Door!
Geef hem dan. Kijk, goed kijk. Heb je al last van de muziek? Dat kan een noot in vanaf daar. Maar ik mag alleen zijn natuurlijk. Dat is ook van C2, hè? Waarom? Nee, C2 of niet? Ja. C1 is er niemand die... Nee, we hebben kampioenswedstrijd, hè? Maar het is wel groot voor de C2 speler. Ja, vind ik ook. Nou, flink hier als die rest. Dat kijk in C1. Dat... Ik naar voren en wat niet achter. Alles al...